Ik was een jaar of 12, toen las ik altijd De Kameleon. En daar ging Gerben op een gegeven moment, kocht hij een brandweerbus en daar ging hij met de jongens op reis. Ja, en dat, heb ik, dat is altijd blijven hangen. En nu, 40 jaar later, heb ik hem. Dus dat is wel ontzettend gaaf. Toen wij elkaar leren kennen, toen zijn we gaan kamperen. Gewoon met een klein tentje. Verder met niks. En toen een iets grotere tent. En toen de kinderen kwamen, toen hebben we een vouwwagen gekocht. Vorig jaar zijn we voor het eerst met z'n tweeën op vakantie geweest, gewoon met de auto. En toen hebben we steeds in bed and breakfast geslapen. En op zich was dat een leuke vakantie, alleen we misten het kampeergevoel, gewoon de vrijheid en de gezelligheid van een camping. Nou, dat gaan we nu beleven met Vicky. Nou, we hebben lang gezocht hoor, want alles afgestruind en op een gegeven moment de knoop niet doorgehakt, wel doorgehakt. En op een gegeven moment kwamen we deze tegen. We zijn heen gereden naar Friesland en we zouden niet al te enthousiast zijn. Maar dat we daar aankwamen en we zagen hem staan, ja, toen hadden we eigenlijk allebei al zoiets van, dit is hem. Ja, ik mocht er eerst naast zitten en toen dacht ik van, jeetje, wat een herrie. Ja, dat went heel snel en op een gegeven moment zijn we geruild. Ben ik een beetje binnendoor gaan rijden met de verkoper en ja, het was een hele belevenis. Het is alsof je 40 jaar terug gaat in de tijd qua rijden en dat... Ja, dat was wel onwijs gaaf. Nee, we hebben eerst een beetje erover nagedacht. En André die twijfelde nog heel erg. En nou, toen heb ik eigenlijk de knoop doorgehakt van laten we het maar gewoon doen. Want we leven nu en ik denk dat we er heel veel plezier mee gaan beleven. Ja, ik twijfelde wel, want ik denk er moet nog wel wat aan gebeuren. En, dan begin ik al gelijk in mijn hoofd van allerlei dingen te bedenken van wat ik kan veranderen. Maar goed, Isabel die hakte de knoop door en nu hebben we hem. En dat ik voor het eerst over de afsluitdijk reed was wel een unieke ervaring. En je wordt gelijk ingehaald door mensen die even terug gas terugnemen en even zwaaien naar je. En het is wel heel leuk. Gemaakt in 85, altijd binnengestaan, zeggen ze dan. Van de brandweer geweest. In 2012 heeft de burgemeester van Marsberg heeft hem vrijgegeven en is hij verkocht met 9200 kilometer op de teller. En daarna is hij naar Nederland gegaan. En daar heeft de koper heeft hem liefdevol ontvangen en heeft hem helemaal gemaakt zoals hij nu is. En met een paar kleine aanpassingen gaan wij er nu in rijden. We hebben bewust gekozen voor een benzinewagen. Het is een vierbak, bijna 2000 cc. De vorige eigenaar heeft een andere achteras ondergezet, zodat hij wat meer snelheid kreeg. Want hij was eigenlijk gebouwd op trekkracht. Nou, nu gaat hij toch wel een steady 90, 95 km per uur. En dat is voor ons hard genoeg. Als we nu gaan rijden en ik ga ermee naar mijn werk ook, maar ook gewoon op zondag gaan we even een stukje rijden. En dan gaan we ijsje halen of zo aan de kust en dan je ziet mensen gewoon zwaaien en lachen. En het is gewoon een heel leuk, fijn gevoel dat mensen dat zo beleven. En zo beleef ik het ook en wij ook in de auto. Dan zitten we naar elkaar te kijken en dan denken we van ja, wat is het? We hebben een plaat gemaakt in de bus. Daar staat een oude fietsendrager op en dan kunnen we de fietsen kunnen in de bus. Dat vind ik fantastisch, want dan hoef je ze niet op de achterkant te hangen. Dat verhoudt de vorm van de bus mooi. We kunnen alles mooi in de bus meenemen. We hebben stromend water aan boord, die kunnen we buiten de cabine zetten. Ja, verder hebben wij niet zo heel veel nodig qua spullen. Het enige wat we hebben, dat zijn deze luxe stoelen. Want dat is het, dat vinden wij belangrijk. Dat we lekker zitten. Maar verder, hebben we wat nodig? Nee toch? Nee, een plasemmer. We hebben niet zoveel nodig.
We gaan eind van de maand gaan we een weekendje naar Sneek. Gaan we twee nachtjes op een camping met vrienden van ons. Het ene stel die heeft een hele luxe camper. En die andere die hebben ook een busje omgebouwd tot camper. En die hebben er een daktent op gemaakt. En wij dan met de brandweerauto. Dus ik ben heel benieuwd. En dan gaan we nog naar de Zwarte Cross. En we gaan in juni gaan we naar Frankrijk met z'n tweetjes. Dus dan gaan we voor het eerst wat verder op kijken. Het werkt wel. En het zit ergens verscholen onder het dashboard. Ik kan er onder het rijden niet bij. Maar ik moet wel zeggen, het jongetje in mij zou het wel binnen handbereik willen hebben. Het is natuurlijk al 40 jaar oud deze bus en we kunnen hem niet droog kwijt en dat gaat me aan mijn hart. Dus we gaan dit weekend gaan we de carport verhogen. Dat is best wel een klus, maar dat doen we als gezin. Dus mijn zoon en mijn schoonvader en mijn broer en wij twee gaan aan de gang. En dan gaan we hem 35 centimeter verhogen, zodat hij droog kan staan. Inclusief ladden en zwaarliggen, want die gaan er niet af.